is uw heerschappij. Uw troon staat onwankelbaar. Omgeven naar de kracht ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar. Want u bent Jezus overwinnaar. U bent Jezus overwinnaar. Amen. Wat geweldig dat we zo bij elkaar mogen zijn deze morgen. Jezus is opgestaan. Jezus is waarlijk opgestaan. Toen wij in Rusland werkten, zeiden we Christos Voskres. Jezus is opgestaan. Welkom op deze glorieuze paasmorgen. Dat we dat samen mogen vieren, die opstanding van Jezus. Wat me eigenlijk zo opvalt eigenlijk in de Bijbel, dat het lijden van Jezus is groot in het openbaar gedaan. Iedereen was er, heel Jeruzalem. Maar de opstanding, die was alleen voor de christenen. Alleen voor de mensen die hem wilden volgen. Dat had Jezus ook heel glorieus kunnen doen met tamtammen en met engelen, maar dat deed hij niet. Alleen de mensen die hem echt willen volgen, die zullen merken dat hij opgestaan is. Ik heb deze morgen een hele wonderlijke tekst over Pasen, een soort geheimenis. En dat heeft me enorm geholpen in mijn geloof. Enorm geholpen om de nood van deze wereld te kunnen verwerken. Ik heb een jaar of 40 gewerkt met christenen die vervolgd werden. En dat was altijd heel moeilijk om dat allemaal te verwerken. En maar ook je persoonlijke problemen. U hebt misschien je persoonlijke problemen. Nu met uw crisis. Sommige mensen zijn doodsbang. En dan wil ik met u lezen uit Johannes 20. En het thema is winsels. Winsels en een hoofddoek. En Johannes 20, vers 1 tot 9, daar staat het volgende. Johannes 20, vers 1 tot 9. Op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En zij zag dat de steen van het graf weggenomen was. Daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel die Jezus lief had. En zei tegen hen, ze hebben de Heer uit het graf weggenomen. En we weten niet waar zij hem neergelegd hebben. Petrus dan ging naar buiten en ook de andere discipel en ze kwamen bij het graf. En die twee liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus. En hij kwam als eerste bij het graf. En toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging het graf binnen en zag de doeken liggen. En de zweetdoek, die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk, opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen en hij zag het en geloofde. Want ze kenden de schriften nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. Dat is een boodschap voor ons christenen. Dit waren twee christenen die op zoek gingen. Twee volgelingen van Jezus. En dus ook een verhaal voor ons. Wij zijn ook op zoek. En wat we zullen zien, dat is een prachtige tekst voor de twijfelaars, voor de zorgenmakers, voor de zoekers. Juist in deze tijd van crisis. Het gaat over twee soorten christenen. Of je zou kunnen zeggen, twee stadia in uw eigen leven. Je moet bedenken, in die tijd dat die discipelen daar waren, dat was een hele gevaarlijke situatie. Hun leider, die is gedood. En de overpriesters en Herodes, die waren naar hun op zoek misschien. En bij de wacht zaten soldaten, want ze waren gewaarschuwd. Die christenen, die volgelingen van Jezus, die komen hem pakken om hem weg te halen. En misschien zouden ze verraden worden door het volk. Dus het was echt een gevaarlijke situatie. Dat realiseer je niet zo gauw. Maar oké, daar gaan ze heen. Dan heb je het eerste soort christen, de eerste stadium. Ze gaan beide op weg. Maar dan zie je in vers 4, die ene discipel, het lijkt wel of die wat enthousiaster was. Dat was Johannes.
En Jezus die had hem lief. Daar was een hele speciale band tussen Johannes en Jezus. En die snelde vooruit, enthousiast. En toen kwam hij bij het graf en hij ging niet naar binnen. Hij was zeg maar nederig genoeg om te bukken. Hij bukte wel, zoals wij bukken voor de Heer Jezus of knielen voor hem. Maar waarom ging hij nou niet naar binnen? Was hij misschien bang of zo? Of ja, toch voor die soldaten die misschien ergens in de buurt waren, die op de loer lagen. Hij ging naar binnen en hij zag niet zoveel. Hij zag alleen maar winsels, een troep winsels. En het was natuurlijk donker in dat graf. En dan denk je van, hey, ja, die winsels, wat zie je nou? Voor hem was natuurlijk die winsels, was de zekerheid dat Jezus was opgestaan. He, dat hij niet geroofd was, want dan waren er ook geen winsels. Daar hadden ze hem zo meegenomen. Dus ten eerste, als je die winsels ziet liggen, denk je, hey, Jezus is opgestaan. En dat is mijn eerste vraag eigenlijk. Zijn wij bij dat graf geweest? De meesten die kijken waarschijnlijk wel, maar misschien ook mensen die zeggen, ja, ik heb wel van Jezus gehoord, ik weet wel over hem, maar ik ben nooit echt op zoek gegaan. Waar waren die andere 10 discipelen trouwens, vraag je af? Waarom gingen die niet mee? Waarom alleen Petrus en Johannes? Maar, en hoe gaat het met ons? Zijn wij wel op zoek geweest naar dat graf van Jezus? En de meeste van ons wel, anders dan zou je Jezus niet volgen. Maar het kan zijn dat u of ik wel bij het graf komen, maar buiten staan. Dat je naar buiten kijkt van, wat is er gebeurd? Net zoals Petrus toen met die verraad. Hij ging buiten kijken hoe de afloop zou zijn. En toen het zover kwam, toen verraadde hij Jezus. Maar wij kijken buiten soms en zien wat winsels liggen. En we hebben onze vragen en waarom. En misschien ben je boos op God. Wat gebeurt er nou allemaal in mijn leven? En waarom ben ik ziek? En waarom mijn kinderen? Of waarom worden de mensen vervolgd voor hun geloof? En misschien angst voor de toekomst? En dan ook in mijn leven heb ik wel, durf ik Jezus echt 24/7 te volgen? Durf ik echt 7 dagen in de week, 24 uur Jezus te volgen? Durf ik echt te zeggen, Heer, wat u ook zegt, ik zal het doen. Dat is moeilijk. Want stiekem in je hart heb je toch nog, ja, of zal God onmogelijke dingen vragen? Zal God misschien dingen vragen die ik niet aan kan, of wat ook. En daar heb je je vragen. Kijk, ik heb hier wat winsels meegenomen. Het zijn een paar andere winsels dan daar lagen. Maar zo was de situatie wel bij die winsels van Jezus. Er was geen begin of eind aan. Je wist niet waar dat nou begon, wat dat nou was. Zo is het ook in ons leven. Je hebt soms, je weet niet waar het begin of einde is van moeite. En je weet, sommige mensen weten niet waar ze het zoeken moeten. En hoe zit dat met een enorme berg rommel? En dat lag daar maar zo achtergebleven in het graf. Natuurrampen. Ja, dat is rommel. Dat begrijp je niet. Je kunt het niet doorzien. Crisissen, corona, wat ik zeg, vervolgde christenen, persoonlijke problemen. Het is een grote warboel soms in onze ogen, in onze hersens. Wat moeten we daarmee? Waarom? Waarom staat God dat toe, die problemen in je leven? En wat mij nou zo opvalt is, van Jezus mag je dat vragen. Je zou zeggen, ja, maar je moet geloof hebben. En ja, het is soms een beetje vroom, want je hebt best dat je problemen hebt en dan mag je best vragen. Want dat is de volgende tekst. Je moet bedenken dat die winsels, die hebben om het lichaam van Jezus gezeten. Ja? En u weet uit de Bijbel, wij zijn het lichaam van Jezus. Geestelijk gezien zijn wij dat lichaam. En al die rommel, al die vragen, al die zorgen, die zitten om het lichaam van Jezus. Dat ligt daar. Maar dat is niet het laatste woord. Dat is niet de laatste tekst. Er is hoop. Er is een oplossing. En dan kom je in stadium 2. Dat zijn een ander soort christenen. Of misschien kun je zeggen, in uw eigen leven, als je gegroeid bent in je geloof, dan krijg je een ander soort fase in je leven. Dat is de volgende. En daar staat,
daar staat. Nee, dan wacht even. Ik doe even nog één terug. Sorry. Het volgende is dat die tweede christen is Petrus, Simon Petrus, die volgde hem. Die liep wat langzamer, maar die ging het graf binnen. Dat zijn er ook misschien christenen die even wat meer afstand nemen, even nadenken, wel volgen, maar alles dat goed bekijken. Maar hij komt dus iets later, ik weet niet waarom, het waren allebei jonge kerels. Maar hij ging het graf binnen. Hij had geen angst. Hij durfde, hij vertrouwde op God. Ik denk dat hij die les heeft geleerd in die tuin van de hoge priester. Toen hij Jezus heeft verraden, toen weende hij bitter. Hij weende bitter. O Heer, wat heb ik gedaan? De Zoon van God verraden. En ik denk dat hij toen zijn les geleerd heeft. Dat zie je door de hele Bijbel heen. Hier, hij ging als eerste naar binnen. Petrus was de eerste die een grote samenkomst leidde, waar 3000 mensen tot bekering kwamen. Petrus die later ook schreef, als er vervolging komt, dan moet je helemaal niet raar opkijken, want dat hoort er gewoon bij. Hij wist het, hij ging er voor de volle 100%. Hij ging die deur naar binnen, hij ging dat graf naar binnen. En de tweede soort christenen, de tweede stadium, ziet hetzelfde. Die ziet ook die winsels. Die ziet ook de problemen. Die hebben dezelfde zorgen. Maar ze kunnen dat aan God overgeven. Ze durven God wel 24/7 te volgen. Zonder restrictie. Dat je zegt, Heer, ik weet dat u van me houdt. Ik weet, u bent voor mij gestorven. Dus waarom zou ik bang zijn? Als u niet van me hield, zou u niet voor mij sterven. Heer, ben ik. Wat u ook vraagt, ik doe het. Ik niet uit mijn eigen kracht. Heer, geef me kracht. Wat een elders staat van, Heer, ik geloof. Kom mijn ongeloof te hulp. Maar hij ging naar binnen. Ondanks dat er misschien soldaten waren. En dan kom je in die, wat de Bijbel zegt, die rust van God. En dat soort christenen, die dat durven, die zien meer. Die gaan iets ontdekken. Die gaan iets ontdekken. Ik wil wat voorlezen uit een boek. De Heer heeft me dat geopenbaard, dat zeg ik niet gauw, dat zeg ik maar een paar keer in mijn leven. Maar ik geloof echt dat de Heer me dat geopenbaard heeft, wat er nu gaat komen. Maar eerst een beetje een situatie over Albanië. Het was in Albanië in 1981, maar ik wil even uit dit boek lezen, is van Dick Langeveld, dat heb ik met hem geschreven. Undercover voor God, het verhaal van een bijbelsmokkelaar. En Dick zegt daar, in mei 1977 bezocht ik Albanië. Het was de moeilijkste reis die ik ooit heb gemaakt. Nergens ter wereld heb ik zoveel christenen geestelijke weerstand ondervonden als daar. Het geloof leek compleet te zijn uitgeroeid. Christenen waren er niet bekend en er was geen kerk meer open. Het land beroemde zich erop dat het als enige land op de wereld geen godsdienstvrijheid was gegarandeerd in de grondwet. Het noemde zichzelf trots. Het eerste atheïstische land ter wereld. Het communisme en het atheïsme waren de enige ideologieën die geaccepteerd werden. Albanië laat nauwelijks buitenlanders toe. Alleen kleine groepen toeristen uit bepaalde landen mochten het land binnengaan. Nou, en wij waren een van die groepen. En dat was op tweede paasdag. Ik vergeet het nooit weer. Was op tweede paasdag toevallig. En we waren daar. En we zouden die dag. We hoorden van een kerkruïne daar in de buurt. En ik vroeg aan die gids. Wij willen. Het is Pasen. En we weten dat jullie atheïstisch zijn. Maar het is Pasen. En wij zijn christenen. En ik zou zo graag met deze groep naar die kerk willen. Dat was een kerk uit het jaar 400. Het oudste kerkgebouw van Europa. Het was wel een ruïne, maar daar was het. Ik zeg tegen die gids, daar willen we heen. Wauw. En dat was even nadenken, maar er is ook een natuurgebied daar. En het was heel rustig. Hij zegt, oké. En wij gingen daar met de hele groep naar die ruïne. Met een plein eromheen. En de gids ging op uitkijk staan, een 100 meter verder, of daar niet mensen van de geheime politie aankwamen, of verraders, of wat voor mensen ook. En hij zorgde daarvoor. En wij stonden daar met een man of 20, 25.
En we hebben Pasen gevierd. Ja, maar dat is nog wel heel wat anders dan hier. In het eerste atheïstische land van de wereld hebben we Pasen gevierd. En toen heb ik ook verteld over deze tekst. En wat me zo opviel. Wat me zo opviel. Is dat die Petrus die ging dan het graf in. En dan staat er in vers 7. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Soms als je dan in dat graf ingaat, dat hebt u misschien ook wel, als je dan in zo'n ruimte komt waar je je niet lekker voelt, dan moet je toch, waar het een beetje donker is, moet je eerst een beetje aan wennen. Daar hebben we ook geestelijk, moeten we soms een beetje eraan wennen. Wat zijn Gods wegen? Wat wil God ons vertellen? Wat gebeurt hier? En we zien die winsels wel, maar ze maken ons niet depri. We zien het net zoals andere christenen, alleen wij worden in depri. En zijn ogen die gaan daaraan wennen. En wat ziet hij? Hij ziet daar een zweetdoek liggen. Cameraman, ik moet even kijken, want hier gaat namelijk de... Toen zegt op een andere plaats ligt die zweetdoek. Wauw. Daar liggen de winsels. En dat ziet iedereen. Maar als je gewend bent aan dat graf, aan het licht in het graf, en je kijkt goed rond, dan zie je daar de hoofddoek. Dat is een vreemde zaak. Waarom is die hoofddoek afzonderlijk opgerold op een andere plaats? Wat enorme accent ligt daarop. Waarom had Jezus die hoofddoek daar nou zo neergelegd? Waarom niet gewoon opgestaan en met de engelen, jongens, we gaan... Maar misschien zei hij tegen de engelen, jongens, wacht even. Dit is goed, maar ik moet even met mijn hoofddoek, die leg ik daar neer, die rol ik netjes op, die leg ik op een andere plaats, helemaal apart. Waarom doet Jezus dat? Het was wel wat anders te doen dan zo netjes alles daar neer te rollen. En het tweede, waarom ziet Petrus dat zo speciaal liggen? De anderen, die zagen dat niet. Waarom ziet Petrus dat zo speciaal liggen? En het meest vreemde nog, waarom staat het in de Bijbel? God had zoveel te vertellen, dus hij moet opletten welke dingen in de Bijbel staan en welke niet. En dit staat wel in die Bijbel. Net zoals met die vrouw die met mirre Jezus zijn voeten zalfde. Hij zegt, dit zal overal waar het evangelie wordt verkondigd, daar zal van haar verteld worden. Dus dat is heel speciaal. Alles wat in de Bijbel staat is heel speciaal. En waarom staat die hoofddoek daar? Dat is om u te bemoedigen. Dat is eigenlijk de enige reden, is om u te bemoedigen. Want al heb je zorgen, je hebt zorgen en je wilt Jezus volgen, dan moet je bedenken, Jezus is het hoofd van de gemeente. Jezus is het hoofd van het lichaam. Hij zei, het is volbracht. Mijn werk is af. Mijn werk is begrijpelijk. Mijn werk is afgerond. Netjes terzijde op een andere plaats. En nu wat er staat, Jezus is gezeten aan de rechterhand van God. Zitten doe je alleen maar als je klaar bent. Want anders loop je nog heen en weer. Dan ben je dienende. Of wat voor dingen ook. Maar het werk van Jezus is gebeurd. Is af. Alles wat Jezus heeft gedaan. Is apart van onze zorgen. Is netjes opgerold. Op een andere plaats terzijde. 3 keer staat het. Waarom dat apart ligt. En uw problemen zijn er misschien nog. Maar de zweetdoek is opgerold. Wonderlijk. Nogmaals, wij zijn het lichaam van Jezus. Wat er met ons gebeurt, weet je vaak geen begin of einde. Maar wat met Jezus is gebeurd, is af. En de Heer Jezus zegt, wie zijn leven aflegt, die zal het vinden. Als je het graf ingaat, dan passen alleen de mensen die het graf ingaan, zien de hoofddoek liggen. En dan is de vraag aan ons, zijn wij het graf ingegaan of staan we aan de zijlijn? Jezus heeft het volbracht. En er komt een tijd dat ook de winsels allemaal netjes opgerold zullen liggen. Dan begrijpen we dat. Heb je zorgen? Ga naar Jezus. Ga het graf in. Geloof dat Jezus het voor u volbracht heeft. Het werk heeft afgemaakt. Als je staat te midden van de wirwar, kijk naar de hoofddoek. Jezus leeft. Door op de hoofddoek te kijken,
geloven wij dat er een oplossing zal komen voor de winsels. Door op de hoofddoek, op het hoofd te kijken, Jezus, door op hem te kijken, geloven we dat er een opstanding is. Door op Jezus te kijken, kunnen wij in geloof leven. Een heel ander leven dan mensen buiten, of de mensen die buiten blijven staan. Zullen we samen eindigen met gebed? Heere, dank u wel voor uw woord, zo gedetailleerd, zo apart dat u dat hebt opgeschreven. Heer, daar begrijpen we helemaal niets van. Maar dit is zo'n bemoediging geweest in mijn leven. Dat als ik verstrikt was in de wirwar van mijn denken, in de wirwar van de winsels, van de doeken, dan wist ik, wacht, dat is een andere doek en dat is de hoofddoek. Die heeft om het hoofd van het lichaam gezeten. Om het hoofd van Jezus. Jezus is het hoofd van het lichaam van de kerk. Heer, als we dan op u kijken, dan snappen we het. Dan kunnen we het overgeven, ook als we het niet snappen. Zullen we even stil zijn, dat u even met God overlegt wat voor christen u wilt zijn. Of in welk stadium bent u tevreden als u een christen bent en staat een beetje buiten te kijken? Of zegt u, ik wil een stap verder. Ik heb misschien, net zoals Petrus, heb ik Jezus verloochend, maar ik heb mijn les wel geleerd. Ik ga het graf in. Dat u even in uw hart overlegt welke stap u wilt nemen. Heer, wilt u het verder uitwerken in onze harten? Wat u ons gezegd hebt deze morgen van Pasen. Jezus is opgestaan. Zijn hoofddoek ligt daar. Heer, en we aanbidden u en we prijzen uw heilige naam. Halleluja. Amen. Amen. Daar zijn nog een paar dingen die moeten gebeuren in deze dienst. Maar we hebben afgesproken dat ik u alvast de zegen meegeef. En die staat in Jesaja 25, vers 9. Een prachtige tekst ook, dat je nog in de situatie zit zoals het nu is. Maar er komt een tijd. Er staat, op die dag, aan het eind van de tijd, op die dag zal men zeggen, zie, die is onze God. Wij hebben hem verwacht. En hij zal ons verlossen. We hebben hem verwacht. We hebben er naar uitgekeken. We hebben hem verwacht. En hij zal ons verlossen, die God. Dit is de Heere. Wij hebben hem verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn heil. Voor eeuwig. Amen.